We hebben ze het vrijgelaten. We hebben, elke school heeft iets van zichzelf gedaan. Vanaf de scholen begonnen zijn, hebben we aandacht gevraagd voor een beetje extra kunst en cultuur. Dat is ook om de kinderen op te vangen na 6 maanden niet op school te zijn geweest. Dat hebben we met Nola Hatterman Instituut en de muziekleraren gevraagd van laten we de kinderen op een prettige manier ontvangen. En ik denk dat daar gebruik van is gemaakt om op de scholen iets te doen voor de kinderen. Niet te strak programma, niet te zwaar programma. De kinderen hebben het al moeilijk genoeg. En dus ze hadden de vrijheid om te doen wat ze zelf wilden. Natuurlijk, COVID-regels blijven van kracht.